Mark Kemperman of iemand uit die groep, ik denk Mark, klimaatadaptatie. Wie Ja, komt ik zal ze aan poging ons? doen. Mooie uitdaging natuurlijk altijd om zo'n gesprek weer samen te vatten. Maar het is niet te doen natuurlijk, maar ja, probeer het. Wij waren in ieder geval ontzettend getriggerd in onze groep door het begrip soft spaces. Dat kwam in, we hebben toch een voorstelrondje gedaan en dat kwam eigenlijk bij iedereen wel op de een of andere manier terug. En aan de ene kant is dat ontzettend lastig om dat te doen. En dan wat houdt ons tegen? Dat is toch allerlei structuren die daar zijn, waardoor je niet automatisch in zo'n soft space terecht komt. Maar we willen dan, ja? samenhang gaat versterken en of er een voorbeeld is. Want dat gaat zo meteen. Ja, daar kom ik dus dan nu op. Dus aan de ene kant is het lastig, maar wat helpt dan? Het helpt dat er heel veel organisaties de ruimte geven om dat wel te doen. Dus we hebben het heel even kort over de nationale omgevingsvisie gehad. Die geeft die ruimte in de sturingsfilosofie. Maar we zien dat op meer plekken, dus het kan. Het is niet altijd even makkelijk, maar het kan wel. En wat helpt, dat is nieuwsgierigheid. En dan kom ik ook bij de voorbeelden terecht. Aan de ene kant een 17-jarige die een nieuw model van democratie naar voren schuift. Dat was een van de aanwezigen, was de moeder van die 17-jarige. Heeft gelijk het proefwerk, schrift, of hoe ik het moet noemen, naar voren gebracht. Dus laten zien van kijkers, 17-jarige die met dit idee komt. En een ander voorbeeld, die vond ik ook heel mooi. Er was een van de deelnemers, Linde, die aangaf, ik ga een half jaar fietsen naar Spanje toe, om te kijken hoe ze in Spanje met die droogte omgaan. En echt vanuit nieuwsgierigheid, eens kijken van hoe pakken ze dat aan. Mooi, dankjewel. Bijvoorbeeld. Ja, het is ook niet de bedoeling om het hele gesprek terug te laten komen. We zoeken echt even die punten waarop je zegt, wat helpt de samenhang te versterken? En er zijn de voorbeelden genoemd. Die willen we even horen, want zometeen is er nog tijd door Hans en Casper om daar nog even op te reflecteren wat we nou echt verder zouden kunnen brengen. Ari, vanuit Transitie, Duurzame Energie en Mobiliteit. Ja, ik denk niet dat ik jouw vraag kan beantwoorden. Dus ik ga toch iets zeggen wat in het gesprek gebeurd is. We hebben het vooral over de energietransitie gehad, veel minder over de mobiliteitstransitie. Eén punt van het gesprek was hoeveel van de duurzame energie die we nodig hebben gaan we binnenlands doen versus hoeveel gaan we importeren uit landen waar het misschien voor een deel goedkoper kan. Dat heeft natuurlijk, die balans heeft natuurlijk grote consequenties voor de ruimte in Nederland. Want dat bepaalt wat er hier moet gebeuren. Een tweede deel van het gesprek ging over, wordt nou duurzame energie straks duurder dan de energie die we nu gebruiken of juist goedkoper? Er zijn verschillende opvattingen over, ook dat is heel belangrijk. Want als het duurder wordt, gaan we minder gebruiken. Heb je dus ook minder spullen allemaal nodig. Dus dat is een soort vermindering van de groei. Als het goedkoper wordt, gaan we nog meer gebruiken. En in het verlengde daarvan hebben we ook gepraat over, ja, we kunnen wel veel windenergie willen, maar er is allemaal staal voor nodig om die windmolens te bouwen, om ze op zee te zetten, heb je schepen nodig. Dat is ook allemaal milieu-intensief. Dus dat wijst in de richting het zou toch wel eens duurder kunnen worden. En tot slot hebben we natuurlijk gepraat over, door het wisselende karakter van zon en wind, zullen we in Nederland in ieder geval opslag in diverse vormen moeten doen, opslag van energie. En daar was een tijdje terug een tegenlicht uitzending die daar een heleboel praktische suggesties voor deed, die haalbaar en niet zoveel kosten. Dus dit is toch een beeld van wat wij besproken hebben. Arie, en heb jij zelf iets waarvan je zegt, deze uitspraak of dit inzicht geef ik graag nog even door uit het gesprek? Nou, niet meer dan dat ik nu al gezegd heb. Ik denk dat we veel zullen gaan importeren. Als ik heb zelf 30 jaar geleden windmolenparken ontwikkeld. Ja. De stand die er toen ook al was. Dat gaat door. Dus als het verhaal waar ik denk dat hout snijdt is, we gaan een groot deel van die duurzame energie importeren.
ja, als ik dat verhaal vertel, maak ik het die mensen die in Nederland met al deze goede dingen bezig zijn, eigenlijk alleen maar lastiger. Want dan kan je als tegenargument krijgen van, ja, laten we het maar importeren, dan zijn we klaar. Ja, dankjewel. We gaan naar de transitie landelijk gebied. En met respect voor wat er allemaal nog achter zit voor verhalen, Arie, want dat is allemaal veel te kort dit, dat is jammer. Transitie landelijk gebied, Berno, kun jij iets aangeven van wat de samenhang gaat helpen versterken? En dat hele vraagstuk van het landelijk gebied vraagt natuurlijk om samenhang. Ja, we hebben uitgebreid gesproken over wat er nog niet goed gaat. Dat de lagere overheden de grote opgaven niet aankunnen, de complexiteit niet aankunnen, dat ze daarom sectoraal werken. Over dat verweving van functies hard nodig is, maar dat daar nog niet het goede panologisch instrumentarium voor is. Het probleem voor een belangrijk deel bij de overheden ligt. Dat we over boeren praten, maar nog niet met de boeren. En er zijn een paar dingen uit naar voren gekomen die je als voorstel zou kunnen zien. Eén van Klaas Sietse, die zegt, je moet op gebiedsniveau die opgaven bij elkaar brengen. Daar ben ik het ook heel erg mee eens. Daar is nog geen instrumentarium voor, maar dat zou je moeten ontwikkelen. Daarnaast werd er voorgesteld om met design thinking strategies te werken, onder andere EGDS. Klassiek is ook nog, je zou een soort Rijksbouwmeester nodig hebben op gebiedsniveau. Dus een integraal denker, een ontwerper die al die opgaven bij elkaar kan brengen en onafhankelijk is en die overheden af en toe bij elkaar kan brengen en zo nodig op hun donder geven. En de laatste, die vond ik interessant van Sandra Nap, is dat je zou kunnen kijken naar de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Daar zit veel geld. Dat lijken vrij gesloten bolwerken. Daar zou je eigenlijk in het kader van follow the money zou je daar naartoe moeten om te kijken of zij hun geld kunnen inzetten voor het ontwikkelen van het landelijk gebied. Dankjewel. Wat een mooie lijst met aanbevelingen. De transitiegebouwde omgeving, Hanna Lara. Ja. Ik zal even een paar punten noemen. Dat was inderdaad een heel rijk gesprek. Wat wij begonnen mee is eigenlijk een theorie en praktijk zijn soms moeilijk te rijmen met elkaar. Als je in praktijk komt, dan is het echt anders. Het gebeurt eigenlijk, er zijn heel veel kansen op wijkniveau. Dus eigenlijk komen alle transities samen in een wijk. En zou je ook gewoon voor werkgelegenheid op andere sectoren echt kansen kunnen pakken. Laat mensen ook zelf aan het werk gaan. Zorg ook voor groene netwerken, niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren of de anderen. Dus dat echt in elkaar kan vlechten. Stadslandbouw of groene straten kunnen echt veel toevoegen, ook qua voedsel in de stad, dat het echt daar is. Er werd gevraagd, ja, biobased, ik heb al jaren voor gepleit, dat is mijn werk, maar niemand begrijpt wat het is. Dus misschien is de tijd nu doorbroken van biobased weten wij nu samen wat dat is. Dat dat niet alleen hout is, maar vlas of hennep of allerlei of restafval van groenten. Een mooi voorbeeld, eco-kathedralen in Noord-Nederland voornamelijk, waar 1% ook in de omgevingsvisie opgenomen wordt om op die manier gecombineerde woonmilieus te realiseren. En de laatste is, zorg ook als je met de biobased materialen gaat gebruiken, dat dat duurzaam is, dat het ook true pricing heeft. Ja, mooie ranking ook weer van, hoppa, mooie lijst van aanbevelingen. Als er nog meer praktische aanvullingen zijn, zet ze in de chat. Ik ga naar Clarien, de eigendom en beheer van grond. Jullie hebben ook een gesprek gehad met elkaar. Ik zie een cheat verschijnen. Wat heerlijk. Bij ons werd een slimme vraag gesteld. Wat was eigenlijk de opdracht van Staatsbosbeheer toen het werd opgericht? En wat werd het daarna? En wat is het nu? En dat bracht ons bij de vraag, is de tijd al rijp om het gedeeld belang van landbouwgrond bespreekbaar te maken? Ik denk dat het te vroeg is, maar er moet hard worden gewerkt. Het commodity-denken moeten we afbrokkelen. Maar misschien kunnen we het al voorzichtig al gaan voeren. Wat is het gedeeld belang? We hebben geleerd dat niet alleen overstromingsgevaar, maar ook een snelweg, dat landsbelang is. Er zijn nu
andere landsbelangen. Daar moeten we het met elkaar over gaan hebben. En die twee voorbeelden die daar onderaan staan, één is heel erg overheidsachtig en daar heb ik heel erg mijn vraagtekens bij. En de ander is heel erg burgerachtig en daar heb ik ook heel erg mijn vraagtekens bij. Het gevaar, het ondernemend natuurnetwerk is een heel mooi voorbeeld waarin transitiegronden of gronden tussen stikstofarme natuur en stikstofrijke landbouw worden ingezet voor een hele mooie tussenvorm. En het Groen Ontwikkelfonds Brabant speelt daar een hele positieve sturende rol in door eigenlijk de grondprijs toegankelijk te maken voor boeren als zij geen kunstmest gebruiken, et cetera. Het andere voorbeeld is aardbeer en land van ons, waarbij burgers gronden vrij maken om die duurzame landbouw toegankelijk te maken. Het probleem van die laatste is dat we dan zeggen, kijk, burgers lossen het wel op, er is helemaal geen probleem. Dat is een groot gevaar, vind ik. Het probleem van die eerste is dat mensen met veel toegang tot grond alsnog veel toegang tot grond hebben. Dat was het. Okay. Ja, dankjewel. Want ik wilde de voorbeelden niet meer helemaal toelichten, want het is heel fijn om Hans en Casper en de andere mensen even nog te laten reflecteren toch wel. Of in ieder geval, Hans, ik geef jou het woord. Wat hoor je? Wat valt je op? Kun je al een lijn, is dat belangrijk? Zijn er grote verschillen? En misschien ook wel, wat staat ons te doen? Helemaal niet makkelijk op vrijdagmiddag 16:45, maar vooruit. Even je microfoon aan, Hans. Dat helpt. Ik zei nee. Dus ik maak hier wat van. Hè. Wat mij opvalt is dat er op wat ik een beetje had gehoopt van, zeg maar op het niveau van, goh, als je dan met energietransitie bezig bent en zonneparken en windmolens en je hebt tegelijkertijd een opgave rond stikstof en je hebt ook nog iets met klimaatadaptatie. Hoe verbind je dat dan? Dat heb ik nog niet zoveel van gehoord. Maar ik heb wel een paar andere dingen gehoord waar ik denk, oh ja, dan is dat in ieder geval de stap waar we nu zitten. Ik hoorde zowel bij Hanna-Laura met de wijkaanpak als Berno met de gebiedsaanpak. Het toch in de ruimte bij elkaar zien en ook organiseren dat die opgave ook voor een wijk of voor een bepaald gebied met elkaar verbonden raken, dat toch de weg is waar je naartoe moet. En dan is het wel, het punt van hoe ga je dat dan organiseren? En dan kom ik toch het punt soft space, daar kom ik even bij het begin van Mark. Ja, dat is natuurlijk ook maar een woord, maar er staan wel inmiddels ook al flink wat praktijken voor waar je kan voorstellen van hoe je dat zou moeten doen in een gebied of in een wijk. Daar zijn mooie voorbeelden van. Ik denk dat daar kansen liggen. Dus wat mij ook opviel, dat was dat Arie ging eigenlijk helemaal naar een soort van begin. Ik begreep ook van iemand uit die groep dat hij dacht van ja, maar we zouden toch over zonneparken hebben of windmolenparken. Maar de vraag wat moet Nederland nou doen, dat is echt een ontwerpvraag. Dus het is niet alleen maar het proces van de ressen, had ik er net met Casper over, waarin toch onvoldoende design is geweest van het proces. Maar ook de voorvraag rond de energietransitie. Ik weet dat Berno met college van Rijksadviseurs op weg naar Parijs of zoiets heet het, geloof ik, jullie advies. En dat werd gelijk door de minister toen van EZK niet ontvangen, omdat jullie ook het gesprek wilden aangaan van wat moet Nederland eigenlijk doen in Europees en wereldniveau. Nou, die voorvragen, ik denk dat heel belangrijk is. En ik koppel hem ook eventjes met het voorbeeld van degene die op de fiets naar Spanje gaat. Ik denk dat je van het nationale overheidsniveau en elke kennisinstellingen mag verwachten dat die Nederland in zijn internationale context, dat echt een entree is die je brengt in de gesprekken met de medeoverheden en met de samenleving. Dat moet je doen als je in Den Haag werkt. Dan moet je goed weten wat in alle gebieden in Nederland te koop is. Maar je moet ook weten, hoe doen ze het dan in Spanje of in Frankrijk? En dat vind ik wel echt een goede die ik hoorde. Ik hoorde, en daar ben ik benieuwd, Casper, of jij erop kan reflecteren, eigenlijk twee dingen.
ik geloof allebei ook van Bernau en de laatste natuurlijk van Clarien. Bernau zei, lage overheden kunnen het niet aan. Terwijl de conclusie is dat het allemaal op dat niveau van wijken en van gebieden moet gebeuren. Nou, wat zou er dan moeten gebeuren opdat die lokale en regionale publieke diensten het wel aan zouden kunnen? En kan daar dan zo'n regionale ontwikkelingsmaatschappij, zie je dat ook als kans? In Noord-Nederland is het ook een redelijk actieve. Dus dat zou eigenlijk maar eerst maar beginnen met als vraag naar Casper toe. Yes, ga ik graag op in. Hè. We hadden het in ons gesprekje daarnet inderdaad ook al even over van hoe is het nou met die resten zo gekomen en wat kan je daar nu nog aan doen? En dat geldt denk ik niet alleen maar voor de resten, maar ook voor stikstof bijvoorbeeld. Eigenlijk als je dan zoekt naar voorbeelden waarin dat beter is gelukt om lokale gemeenschappen aan te haken en om zo door te koppelen verder te komen, komt toch inderdaad ruimte voor de rivier weer in beeld. En wat zijn nou de overeenkomsten? Wat zijn nou de overeenkomsten? Ook bij ruimte voor de rivier was een nationaal vastgestelde doelstelling die redelijk technisch en kwantificeerbaar was vastgesteld en die vervolgens opgeknipt werd in verschillende projecten in verschillende gebieden van het land. Hè. Wat ook hetzelfde was, was dat er upstream ingrepen nodig waren om downstream de waterveiligheid te verbeteren. Nou, dat komt overeen een beetje met de rest. Hè. Het ene gebied moet ingrepen om in het andere gebied duurzame energie te krijgen. Maar wat waren de verschillen? Ik denk dat één verschil toch was dat waterveiligheid in de tweede helft van de jaren 90 een politiek veel minder omstreden onderwerp was dan de energietransitie in dit tijdvak. Dus daar heb je mee te maken. Tweede onderscheid is dat bij ruimte voor de rivier er uitgeruild kon worden tussen de verschillende projecten. Als het in het ene project wat meer ging lukken, kon het in het andere project wat minder. En dat zit in de resten niet op dezelfde manier inderdaad. En de dubbeldoelstelling is natuurlijk heel belangrijk, waarmee je NIMBY-achtige sentimenten toch kan ondervangen. Nou, wat betekent dat voor de resten, maar misschien ook wel voor stikstof? Dat je moet kijken naar welke ingrepen je doet, dat er ook iets tegenover staat in een kwalitatieve vooruitgang voor dat gebied. En dan kom ik toch terug op het economische perspectief en op het voorzieningenniveau. Hoe kun je nou zorgen dat ook de problemen die hoog prioriteit in het gebied zelf zijn, los van de energietransitie, los van stikstof, maar dat je daar mensen mee over de streep trekt van ja, dat is goed wat hier gebeurt. Wij kunnen hier ook van mee profiteren. Onze kwaliteit van leefomgeving, onze kwaliteit van leven gaat daarin omhoog. En misschien kom je dan wel erachter dat er gebieden zijn waarin een schepje bovenop kan ten opzichte van gebieden waar het minder goed lukt. En daar, dan kom je dus ook bij, kunnen lage overheden het aan, ja of nee? Ik denk dat je echt in termen van een incentive of een soort van, je moet die lokale gemeenschappen wel verleiden om hierin mee te gaan, omdat ook zij het gevoel hebben dat er intrinsieke belangstelling is voor wat er in hun gebied speelt en dat daar stappen vooruit gemaakt mee kunnen worden. Want we kunnen nu niet meer terug naar de tekentafel met de resten ten aanzien van de democratische verankering enzovoorts. Maar je moet wel kijken wat er in de tijd die ons rest wel gedaan kan worden. Want anders gaat het hier op stokken en dan kijken we met een niet prettig gevoel in 2030 terug volgens mij. Zou je, als even los van de rest, als je nu naar provincies en gemeenten kijkt, die dus heel veel voor hun kap hebben nu, met al die opgaven die bij elkaar komen, wat zou daar jouw strategie zijn om dat te versterken? De provincies bedoel je? De provincies en gemeenten. Hè? Dus van beide constateren we dat er heel veel op hen afkomt. Gemeenten zitten totaal met het sociale domein al meer dan vol. En dan komen ook al deze vragen waar wij het nu vanmiddag over hebben.
die komen er allemaal nog bij. Ze moeten dadelijk een omgevingswet ook echt tot werkelijkheid brengen. Hoe kunnen die dan dat aan in de toekomst? Wat zou er moeten gebeuren? Moet er dan financieel iets gaan gebeuren? Op een andere manier neem ik aan dan nu in het gemeentefonds. Nou, ik denk dat er een onderscheid inderdaad voor de provincies en voor de gemeenten te maken is. Maar bij heel veel gemeenten staat natuurlijk het water aan de lippen sinds de extra uitgaven die in het sociaal domein gemaakt worden. Nou, hoe het ministerie van BZK daar op dit moment mee omgaat, ook met de plannen voor de herijking van het gemeentefonds, denk ik dat voor heel veel gebieden, lang niet allemaal, zo duidelijk is het onderscheid niet, maar er zijn veel gebieden in het landelijk gebied die daar nadeel van de herverdeling zullen krijgen. Ik denk dat gemeenten, en een aantal hebben dat al gedaan, door gewoon te zeggen, eigenlijk à la Remkes, zo gaat het niet verder. Je kan veel van ons vragen, maar er zit ergens een grens aan. En die dus geen sluitende begroting hebben ingediend. En daarmee toch de bal bij het Rijk terugleggen. Voor provincies speelt het natuurlijk iets anders. Maar er zijn veel provincies die bijvoorbeeld zelf op dezelfde schaal heel veel van deze regionale opgaven moeten vervullen. Denk aan Friesland, denk aan Zeeland, denk aan Groningen en Drenthe. Waar de provincie eigenlijk zichzelf ook met de handen gebonden voelt en eigenlijk meer zou willen doen en waarschijnlijk ook meer kan doen in de zin van de democratische verankering, omdat zij in tegenstelling tot de Ressen of allerlei andere regionale structuren wel een direct gekozen volksvertegenwoordiging hebben. Dus ik zou tegen die provincies willen zeggen, zet jezelf meer in stelling en probeer ook meer naar je toe te trekken en probeer ook te laten zien dat een deel van het legitimatieprobleem niet in alle provincies, maar in 4-5 provincies zeker wel, alvast opgelost kan worden door juist de provincie een grotere rol te laten spelen. En dat is natuurlijk iets, hè, die gedifferentieerde taaktoedeling waar deze minister van BZK al best zich sympathiek ten overstaande heeft betoond. Dit zijn echt dingen die in de volgende formatie goed over tafel moeten. En ik hoop dat de koepels en de gemeente zelf en de provincies daarin zullen slagen. Oké. Ik ga bijna weer iets met de tijd bewaken, Hans. Wil je nog een vraag stellen? Want dan, dat is dan de laatste voor vandaag. Of één. Nee, mijn laatste, wat ik nu even hoor. Hè, dus dat is het echt consequent denken over wat zijn nou meekoppelende belangen. Dat even naar aanleiding van dat restvoorbeeld. Waarbij we kunnen leren van projecten zoals Ruimte voor de Rivier. Waar dat design van zowel op inhoud als proces van tevoren goed doordacht is neergezet. Nou, dat kan je van leren. Ik denk dat ik dat overhoud, wat Casper zegt. En wat ik ook hoor is, zei Casper al eerder, er moet dus evident in Den Haag op twee niveaus wat gebeuren. Aan de ene kant zeg maar de inhoudelijke samenhang van die opgave versterken. Daar heeft het college van gezegd, denk aan de minister van Ruimte, ik noem het van Leefomgeving, maar we hebben het allemaal ongeveer over hetzelfde. Dat die integrerende rol op dat rijksniveau moet worden versterkt. Maar doe tegelijkertijd iets in die bestuurlijke organisatie. En ik vind gemeenten dan nog wel het meest dat beeld. Als je daar niet iets aan doet van die gemeenten die tot de neus al vol zitten. Het niet aankunnen, ja, weet je, dan gaan we het niet redden met elkaar. Want hier moeten de publieke instituties wel heel belangrijk zijn. En dan kan je vervolgens, dat zijn de voorwaarden, en dat valt me op, als je kijkt naar wat zijn dan de voorbeelden waar we weer enthousiast van worden, ja, die genoemd zijn, er komt, ja, dat is toch, Klaas ziet ze ook natuurlijk het effect van dat jij er was, Robert aan Zee is genoemd, Kening is er zelf genoemd, Het idee van die kathedralenbouw in Noord-Nederland. Ja, dat zijn allemaal voorbeelden waarin die soft space gewoon werkt. En waar een aantal gekke lui aan blijven trekken om de transitie in het bewustzijn van mensen te brengen. En met een verbeelding, ik vind Holland aan Zee altijd alleen al in de naam al zo duidelijk,
Dan roepen mensen, ja, maar het ligt toch niet aan zee? Nee, maar dat is precies het punt. Nou ja, dan krijgen die de kans. En ja, als die dan instituties om zich heen hebben die daar de ruimte voor geven, ja, ik geloof dat we dan op weg gaan naar een hoopvolle toekomst. Dat haal ik eruit. Dankjewel Hans. Ik vind het mooi dat ruimte geven. Ik merk als moderator vanmiddag dat er, als je de chat ziet, er komen echt zoveel interessante opmerkingen, zinsnedes, aanvullingen langs. Als we dat weten, toch iets meer weten te doen dan het alleen maar moeten laten passeren. Ik hoop echt dat jullie daar kennis van nemen en daar waar het nuttig is voor jou of voor jullie, pak het op, verbind elkaar daarop. Want ik heb het idee dat je daarmee ook nieuwe ruimtes opent. Hè? Dankjewel Rosa en dankjewel jullie allemaal. Het is niet bij te benen wat er voor moois langskomt. Ik zat zelf ook in een hele leuke groep. We hebben nog maar heel kort tijd, dus ik wou jullie 5 punten meegeven als een soort reflectie die ik zo in de loop van de 2 uur meegekregen heb. Eén is de vraag van, wat is eigenlijk de opdracht aan Nederland voor het beheren van het land? We komen eigenlijk vandaan van een soort marktprincipe en we gebruiken alle grond die we hebben om, nou ja, om te zorgen dat iedereen wat krijgt. Maar misschien is de opdracht wel, we moeten Nederland, de delta die Hans zo mooi liet zien aan het begin, die moeten we gewoon duurzaam beheren. En laten we daar dan eens, dat is punt 2, dat in gebiedsontwikkelingsprocessen doen en gebruik maken van wat er allemaal al gebeurt. Want er zijn heel veel interessante initiatieven. Daarbij kunnen we Nederland internationaal ook op de kaart zetten door in plaats van als doel te hebben, we moeten zoveel mogelijk exporteren van voedsel, gaan we nu exporteren de kennis en de ervaring over hoe wij als klein landje de transitie naar een duurzame samenleving maken. Dit heb ik geleend van Louise Vet, heb ik niet zelf verzonnen, maar dat kwam eigenlijk ook weer terug in wat ik hier hoorde. We moeten een soort systeemslag maken. Dan was er nog inderdaad de behoefte aan planologisch instrumentarium, wat veel meer faciliteert dat die gebiedsprocessen kunnen gebeuren, dat er ook op provinciaal of regionaal niveau een commissaris komt. En er was er nog eentje. Een commissie of een commissaris die meedoet met de besluitvorming en beleidsvorming, maar die denkt vanuit 20 jaar vanaf nu. Die representeert dus de toekomst. En dat komt ook uit het boek van De Goede Voorouder. Hier wil ik het bij laten, want het is 5 uur en we willen naar huis. En er is nog een hele leuke manier waarop jullie met z'n allen naar de uitgang kunnen, naar de garderobe. Misschien wil Rosa daar wat over zeggen? Yes.